Wij 10 keer een prijs. En in het eindklassement hebben we 20 eindprijzen. Mag ik jou even wat vragen? Ja. Waar kom je vandaan? Harderwijk. Harderwijk. En waarom naar de omloop van Nijenveen? Omdat ik wist dat dit een omloop was. En het is een rondje van 5 kilometer. Ja, dat vind ik wel leuk om te doen. Ja, beter dan al dat bochtenwerk. Wat zijn de verwachtingen? Ik weet niet. Er staan veel goeie aan het vertrek, dus ik laat me verrassen. 120 man, hè? Ja, volgens mij zijn het er nogal wat meer bij. Door Toyota, Van der Linden, het zijn, normaal gesproken was het wat kleiner, hoorde ik net, toen het nog echt dorp was. Ja. En zoals gezegd, maar nu met die bovenboer erbij is het geweldig, 120 deelnemers. Ja, ja, dat is mooi. Nou, doe je best. En je hebt voorbeelden, zat voor je. Probeer er tussendoor te komen. Ja, succes, hè? Ik heb hem. En aangekleed door Rowan Fashion uit Meppel. Hallo, mag ik jou wat vragen? Zeker. Ja. Wij zijn van de historische vereniging en wij vinden dit natuurlijk een heel belangrijk evenement in Nijenveen. Waarom ben jij hier en waar kom je vandaan? Nou, ik kom uit Nieuw-Roda. Dat is een andere schuur. En ik ben hier omdat ik nog wel bij moest trainen eigenlijk. Oh ja, trainen voor? We hebben in de loop van de wedstrijd, dames en heren, een extra speaker. Ja, ik ben 6 maanden geblesseerd geweest, dus dan moet je het extra bij doen. Jannes Mulder zal straks de plaats gaan nemen op. Jij wil vooraan eindigen, neem ik aan, of niet? Dus ja, anders heeft het geen zin om mee te doen. Temperatuur moet. Als je meedoet, moet je ook meedoen om te winnen. En de eer natuurlijk. En dat geldt ook voor de mannen. En de ronde mis, hè, die staat aan. Ja, die heb ik nog niet gezien. Dan moet ik straks even naar rechts kijken. Eerst even kijken. Ga je vanzelf naar de fietsen misschien. Zich posteren. Ja, goed, goed. Hey, succes. Dank u wel. Hoi. En dan komt er een foto in de krant van een mooi groot peloton. En er zit nog niemand op de fiets. Mag ik even langs? Dat was een mooie foto. En een aantal mannen die hebben dat gehoord volgens mij. Ze zijn allemaal met een big smile vooraan. En ineens van, nou, komt toch een keer in de krant. Het gaat